Leuk dat je kijkt naar weer een extra lange creepypasta, hier op Rama Waar. Voordat we beginnen, een dikke shout-out naar Luc van Amsterdam voor het helpen vertalen van de creepypasta 1999. Het verhaal wat je gaat horen is opgeschreven als een blogpost die regelmatig geüpdate wordt. Dit is een van de engste en uitgebreidste verhalen en een van de grondleggers van het creepypasta-genre. Ga er dus goed voor zitten. Sluit de gordijnen en doe je oortjes in. Dan gaan we nu beginnen met de eerste blogpost van Creepypasta 1999. Het jaar is 1999. Die zin brengt mij terug naar de kleuterklas, toen ik 5 jaar oud was en waar we elke dag de datum van het bord moesten voorlezen. Het jaar 1999 bestaat echter als een vlek in mijn geest, als een herinnering die niet kan verdwijnen. Wat ik ook probeer, het lukt me niet om het te vergeten. 1999 was het jaar waarin ik mijn eerste tand verloor, voor het eerst met een vliegtuig reisde. En helaas, ook het jaar waarin ik mijn kinderlijke onschuld te vroeg verloor. Die ene herinnering die ik maar niet kan vergeten. Het begon allemaal met een nieuwe tv. In die tijd was Pokémon de nieuwste rage op school. Pokémon kaarten, spelletjes, stickers en natuurlijk het meest populair, de Pokémon TV-show. Dus, natuurlijk, elke keer toen ik thuis kwam van school, bleef ik aan de tv gekluisterd, tot Pokémon opkwam. Deze kwam altijd om 5 uur precies. Het enige probleem was dat mijn vader elke dag om 5:30 naar het nieuws keek. En omdat de afleveringen van Pokémon achter elkaar op tv kwamen, miste ik er elke dag eentje. Iets waar ik maar over bleef zeuren bij mijn ouders. Mijn vader was het zat om me altijd te horen klagen. Daarom kocht hij voor mij een andere tv. Mijn vader zette de tv die hij kocht in mijn kamer. Helaas voor mij was het maar een kleine oude tv. Er waren ook maar 20 zenders beschikbaar. Exclusief het kanaal waar Pokémon op te zien was. Ik herinnerde me dat het me niks kon schelen. Ik was gewoon blij dat ik een eigen tv in mijn kamer had. Nadat ik door alle kanalen had gesurfd, kwam ik erachter dat alleen kanaal 2 het kijken waard was. Dus keek ik daar een tijdje naar. Het duurde nog een poos tot ik kanaal 21 ontdekte. Op een dag in april zapte ik door de kanalen heen, om te kijken of misschien ergens Pokémon op was. Ik drukte nummer 21 op de afstandsbediening in, in de hoop dat er meer kanalen waren. En tot mijn vreugde was dat plotseling zo. Mijn vader was ook verbaasd, maar liet het me kijken, omdat er kinderprogramma's op leken te zijn. Het kanaal heette Coleden Local 21. En later ontdekte ik dat het ook echt uitgezonden werd vanaf de stad Coleden, die dicht bij mijn huis ligt. De programma's die ik zag op Coleden Local 21 zagen er slecht uit en ik begreep er de helft van de tijd niets van. Maar toen ik opgroeide, realiseerde ik me elke keer wanneer ik aan de zender dacht hoe verknipt de shows eigenlijk waren. En vroeg ik mezelf af waar ik in godsnaam naar gekeken had. Het volgende is een lijst van shows en afleveringen die ik me van Coleden Local 21 kan herinneren. Hoe ik me zulke details kan herinneren verbaast mij zelfs, maar ik denk dat wanneer je iets vreemds ziet, je dit soort dingen vaker en langer bijblijven. De zender zond een paar shows uit, waarschijnlijk omdat het kanaal alleen tussen 4 uur in de middag en 9 uur in de avond operationeel was. In april 1999 was er Meneer Beers Kelder, aflevering 12. De show ging over een man in een berenmascottenkostuum, die elke dag een nieuwe bezoeker in zijn kelder kreeg. Deze bezoeker was dan altijd een kind. De show werd gefilmd met een camcorder en niet zo'n hele goede. De politie stelde me een hele hoop vragen over deze aflevering, maar daarop kom ik later terug. Deze aflevering begon met meneer Beer, die in zijn eentje aan een tafel zat te dammen. Hij zat daar een tijdje te spelen, totdat er op de deur werd geklopt. De camera keek toen de trap op naar de deur, waar weer geklopt werd. Meneer Beer liep de trap op om de deur te openen en daarachter 2 jonge kinderen te onthullen. De ene was een jongen van mijn leeftijd en de ander was een meisje van 1 jaar of 8. Meneer Beer danste van vreugde en begon met de kinderen te praten. Ik kan me herinneren dat ik hem niet goed kon verstaan, omdat hij dat masker natuurlijk op had. Daarna leidde meneer Beer de kinderen de trap af naar de kelder,
die vrij donker was en alleen verlicht met een olielamp op de tafel. Ik kan me niet veel meer herinneren, behalve dat hij een liedje zong, die ik ook niet zo goed kon horen. De aflevering eindigde met verstoppertje spelen, waarna de kinderen zich in een kast verstopten en meneer Beer begon te tellen. In mei 1999 was er de aflevering Soep en Lepel. Ik denk niet eens dat dit een show was. Ik dacht dat het meer een soort speciaal filmding was of zo. Ik weet alleen dat ik na een tijdje gestopt ben met het kijken naar Coleden Local 21, omdat ik deze show te stom vond. Vooral omdat Pokémon nu om 4:30 en 5:00 op tv kwam. Ik herinner me dan ook niet meer heel veel van. Maar het ging altijd om een blik soep en een lepel. Beide vastgemaakt aan touwtjes die heen en weer slingerden. Alsof iemand ze vasthield en voor de camera liet bungelen. Interessant genoeg werd de video opgenomen in een kelder. Zo eentje die er net zo uitzag als in de serie van meneer Beers kelder. Zoals ik al zei, kan ik me niet veel herinneren. Het enige wat ik me duidelijk kan herinneren was het einde. Het geheel duurde maar 1/2 uur. En bevatte dingen die ik stom vond. Zoals de lepel die de soep achterna ging om hem op te eten. Het einde toonde een tafel met 7 kinderen eromheen. Elk met een kom soep voor zich. De kinderen hadden verwarde, bijna bange gezichten. De cameraman hield de blik soep voor de kinderen en zei dan: "Klaar voor de soep?" En toen stopte het gewoon. Het was juli van het jaar 1999. En ik had al een tijdje niet meer naar Kanaal 21 gekeken. Totdat ik op een gegeven moment bij een vriendje bleef slapen en besloot het weer eens te gaan bekijken. Mijn vriend had een tv in zijn kamer gekregen voor zijn 6e verjaardag. Dus bleven we erg laat op. Wat voor ons toen op tijd ongeveer 9:30 was. En we keken tv. Toen herinnerde ik me Kanaal 21 en bracht het ter sprake bij mijn vriend. We besloten te kijken of het op tv was. En tot onze verbazing was dat zo. We zagen daar meneer Beers kelder, aflevering 23. Deze aflevering was vermakelijk voor mijn vriend en mij, vooral omdat erin gevloekt werd. Maar nu ik er zo aan terugdenk, moet er iets helemaal mis zijn op het moment dat dit werd gefilmd. De aflevering begon met de camera op zijn kant, die naar meneer Beer keek. Hij liep naar boven, naar de kelderdeur. De camera ging toen ongeveer voor 1 seconde uit, voordat hij weer in beeld kwam. Daar werd deze rechtop gezet en naar meneer Beer gericht. Er was ook een ander kind met hem aan het praten, maar dit kind zag ongeveer 11 of 12 jaar oud uit. Hij praatte een tijdje met meneer Beer, totdat het kind zijn stem begon te verheffen. Hij zei dat het al laat was en dat hij en zijn zus naar huis moesten. Je kon ook andere stemmen op de achtergrond horen. Ik herinner me dat meneer Beer duidelijk zei: "Rot op, je bent niet uitgenodigd." Met een diepe stem, gedempt door het berenmasker. Ik herinner me dat mijn vriend en ik elkaar aankeken en lachten bij het horen van een scheldwoord. Maar de aflevering werd nog vreemder. Het kind begon de trap op te lopen. Voordat hij zich omdraaide en schreeuwde dat hij de politie ging bellen. Meneer Beer begon nu naar het kind toe te rennen. Die gilde van schrik en ook begon te rennen. Daarna viel de camera uit. En was dat dan het einde van de aflevering? Kort daarna veranderde de zender in ruis. De laatste aflevering die ik zag van meneer Beer was vreemd. En er werd weer in gevloekt. Waardoor ik ook dacht dat het misschien een show voor tieners was. Desalniettemin keek ik naar Kanaal 21, toen mijn vader druk met andere dingen bezig was. Toen zag ik meneer Beers kelder, aflevering 28. Blijkbaar speelde deze aflevering al de hele maand augustus. En werd hij veel bestudeerd door de politie. De hele aflevering zat meneer Beer tegen het publiek te praten. "Hallo kinderen, willen jullie mijn kelder bezoeken? Zo ja, schrijf me dan een brief op dit adres." Daarna schakelde het scherm over naar een wit scherm met veel kleurige letters die een adres weergaven. En dat bleef zo de rest van de aflevering. Dit herhaalde zich elke dag 5 uur lang, voordat het september werd. En raad eens wat ik gedaan heb? Ik heb meneer Beer, of de zieke persoon die hem uitbeelde, een brief gestuurd. Ik deed het vooral uit nieuwsgierigheid. Mijn vader vond het prima, want hij dacht dat het een legale kindershow was. Maar hij heeft dan ook nooit iets echt van de shows van Kanaal 21 meegekregen. Dus schreef ik een brief. En schreef ik hem zo goed mogelijk.
Ik denk dat ik alleen maar schreef hoe graag ik meneer Beer wilde ontmoeten. Dus stuurde mijn vader de brief naar het adres, die op de tv te zien was. Het duurde ongeveer een week voordat ik antwoord kreeg. Iets wat me verbaasde. Ik heb nog steeds die brief, die ik op 15 augustus 1999 kreeg. In de brief stond: Lieve Elliot, heel erg bedankt voor je brief. Ik zou je graag in mijn kelder hebben. We spelen spelletjes, kijken films en gaan kamperen in het midden van het bos. Kom naar mijn huis. In... Liefs, meneer Beer. Ik kan niet geloven dat mijn vader het niet raar heeft gevonden. En hij nam me echt mee naar het huis. En toen werd de politie erbij betrokken. De eindeloze vragen. Die foto's van doodsbange kinderen. En dan het bos. Dit brengt me op de reden dat ik dit verhaal schrijf. De psychopaat in het berenkostuum en zijn vrienden hebben toen een hoop rotzooi uitgehaald. En nu lijkt het erop dat hij weer met mij in contact wil komen. Dat hele gebeuren met de politie komt terug. Dat heeft 1999 weer naar mij toegebracht. Meer dan een decennium later gebeurt het opnieuw. De politie had mij toenertijd veel vragen gesteld over wat er precies in dat jaar is gebeurd. Die rare tv-shows waar ik vroeger altijd naar keek, waren blijkbaar bedoeld om kinderen naar het huis van meneer Beer te lokken. En wat meneer Beer daar deed, schokte de hele stad. Mijn vader bracht me toenertijd naar Colledon, naar het adres van meneer Beer, wat hij op de brief had gezet. Het huis stond eigenlijk aan de rand van de stad, in het open boerenland. Ik herinner me dat huis nog steeds. Het leek erg oud en zou zijn gebouwd rond het jaar 1900. De ramen waren dichtgetimmerd en het zag er vervallen uit. Toen we naar het huis liepen, herinner ik me dat mijn vader het adres meerdere keren controleerde en vol ongeloof naar het huis staarde. Toen ging de deur open. Ik dacht dat meneer Beer de deur open zou doen, maar ik was verbaasd toen ik een politieagent door de krakende deur naar buiten zag lopen. De agent begon met mijn vader te praten, terwijl ik snel vroeg of dit het huis van meneer Beer was. Het gezicht van de agent betrok een beetje. Hij mompelde: Oh God. Of iets in die trant. Hij begon zachtjes tegen mijn vader te praten, zodat ik niet kon horen wat hij zei. Mijn vader schreeuwde naar me dat ik naar de auto moest gaan. En toen gingen we gewoon naar huis. De hele rit naar huis was mijn vader stil. En ik voelde dat er iets vreemds was gebeurd. Mijn vader had me een lange tijd niet verteld wat er precies gebeurd was. Maar ik was het ook niet vergeten. Kanaal 21 was dan niet meer op tv. En als ik er naar vroeg, wilde mijn vader het bestaan ervan niet erkennen. Ik dacht dat ik 13 jaar was toen ik de waarheid hoorde. Op een dag herinnerde ik me plotseling Kanaal 21 en vroeg ik mijn vader erna. Ik denk dat hij eindelijk besloot dat ik de waarheid moest horen. Caledon Local 21 was een lokale tv-zender dat vanaf oktober 1997 tot augustus 1999 in de dun bevolkte regio van Ontario, Canada liep. Alle shows werden vanuit een huis in Caledon gemaakt, het huis dat ik bezocht had. En gerund door een man die niet echt bekend was bij de mensen uit de stad. Het kanaal was alleen te vinden op oudere tv's, omdat het signaal hele zwakke frequenties stuurde. De man daarachter maakte alle programma's, die allemaal voor kinderen bedoeld waren. Hij was meneer Beer en hij was ook de mysterieuze cameraman. De echte reden waarom hij het kanaal creëerde was meer verontrustend dan men oorspronkelijk dacht. Hij ontvoerde kinderen en hield ze vast in zijn kelder. Terwijl veel mensen dachten dat hij misschien een kindermisbruiker was, wilde hij de kinderen eigenlijk voor een ander doel gebruiken. De dag dat ik aankwam was de man de nacht ervoor zijn huis ontvlucht. En het bleek al snel dat ik niet de enige was die naar de programma's keek. In een volgende blogpost besluit de schrijver verschillende vragen van zijn lezers te beantwoorden. Hij schrijft het volgende. Sorry dat ik zo lang geen vraag heb beantwoord. Ik heb al een tijdje niet meer mijn e-mailaccount bekeken. Hoe dan ook, ik zal jullie meer vertellen wat ik weet. In oktober bezocht ik het huis van de man, die Caledon Local 21 leidde. Er woonden nu twee oudere vrouwen, die een kinderdagopvang runden. Hoe ironisch. Ik zal nu de vragen beantwoorden die mij zijn gesteld.
De vraag was, wie keek er nog meer naar het Local 21 kanaal? Ik weet zeker dat er andere mensen naar de zender keken. Inclusief de kinderen die bij meneer Beer op bezoek kwamen. Na wat zoeken op Google vond ik een paar mensen op wat forums die discussieerden over de show van Local 21. Ze hadden het over twee shows die ik had gezien, maar ook over twee andere die ik nog nooit had gezien. Een gebruiker genaamd I Am Real Life leek alle shows te kennen die op kanaal 21 te zien waren. Dit waren de twee shows die ik niet kende. De Gevallen Engel en Leven. I Am Real Life beschreef het als een tamelijk saaie show over een kerel die maar doordramt over hoe wij Satan moeten aanbidden en hem gunstig moeten stellen, voordat het te laat is. En een andere aflevering getiteld Schilderen met de Ziel. I Am Real Life en een andere gebruiker, Siggy92, hadden het over deze aflevering. Ze beschreven het als Blair Witch-achtig, omdat de cameraman 's nachts door het bos dwaalde en verder niets interessants deed. De volgende vraag, waar is meneer Beer of de man in het kostuum nu? Als ik het wist, zou ik het eerder gezegd hebben. Ik heb geen idee waar die vent is, of hij dood is of nog leeft. Hopelijk niet trouwens. De volgende keer als ik mijn vaders vriend zie, zal ik hem vragen of hij meer weet. Misschien kan ik dan meer details geven. Een andere vraag die gesteld werd, wat heeft meneer Beer met de kinderen gedaan? Dit is verreweg de meest gestelde vraag. Ik kwam er in oktober ook achter. Via een vriend van mijn vader, die een gepensioneerde agent is. Blijkbaar nam die meneer Beer de ontvoerde kinderen mee het huis uit, naar een nabijgelegen bos. Wat hij daar deed, de politie weet niet precies hoe het gebeurde, maar 16 verkoolde lichamen van kinderen tussen de 4 en 13 jaar werden gevonden in een greppel van 3 bij 3 meter, diep in het bos. De vader van mijn vriend wilde niet de precieze details prijsgeven, maar ik zie hem binnenkort toch. Dan kan ik misschien nog wat informatie losfrutselen. Dit is alles wat ik heb voor nu. Bedankt voor je interesse in mijn blog. Ik zal proberen zoveel mogelijk informatie te verzamelen voor mijn volgende bericht. Ik ben hier zelf ook behoorlijk geïnteresseerd in geraakt. Het zou mijn recht moeten zijn om te weten wat er precies is gebeurd. 2 maanden later, op 14 januari 2010, komt er een blogupdate. Het spijt me dat ik een tijdje niks heb gepost. Ik heb mijn interesse in dit blog een beetje verloren, sinds ik vastloop bij het zoeken naar meer informatie. Ik ben heel erg op zoek om de identiteit van de eigenaar van Colleden Local 21 te vinden. Echter, een paar weken geleden vond ik wel goede informatie. Ik vond verrassend veel antwoorden van de vader van een kind waar ik vroeger oppaste. Hij woonde aan de overkant van de straat en ik paste op de kinderen toen ze jonger waren. Hij woonde in de buurt van het bos, buiten Colleden. En was getuige van de activiteiten van de eigenaar van het kleine huisje. Hij zei toen hij in een kleine bungalow buiten het bos woonde, hij vaak naar buiten ging om een paar joints te roken, voordat hij terugkeerde naar zijn werk als houtbewerker. Hij zei dat hij soms de stemmen van kinderen hoorde, die van dieper in het bos kwamen, en ook een gloeiend licht zag in de verte. Hij zei dat de gebeurtenissen eind 1997 begonnen. Hij raakte geïrriteerd dat dit zo nu en dan gebeurde en ging op onderzoek uit. Toen beschreef hij hoe de hele scène eruit zag toen hij aankwam. Er was een grote groep kinderen, hij zei ongeveer 13 tot 17 man, met een leeftijd van 5 tot 12 jaar, verzameld rond een grote vuurplaats met een brandend vuur. Bij hem was maar 1 volwassene. Hij leek wel op een crackverslaafde, zei hij, met constante stuiptrekkingen. En hij vroeg aan deze man wat hij in het bos deed met al deze kinderen. De man zei dat ze op kampeertocht waren en dat het iets was wat ze wel vaker deden. De vader van mijn tegenoverbuurjongetjes vermoedde niks en liet het er gewoon bij zitten en zei als ze iets stiller moesten zijn. Maar hij verklaarde verder dat het nooit echt stiller werd. In tegenstelling, soms hoorde hij luid gezang van de kinderen in een onbekende taal. Hij nam niet de moeite om weer terug het bos in te gaan, want hij ging toch verhuizen. Ik vertelde hem dat de man waarschijnlijk de eigenaar was van het Colleden Local 21 kanaal, maar hij betwijfelde dat, omdat hij een gerucht had gehoord dat de man naar een nabijgelegen stad was verhuisd. Dit is wat ik nu weet. De man nam regelmatig kinderen mee naar het bos om te kamperen. De vuurplaats waar hij het over had, kan het gat zijn waar de verbrande lichamen zijn gevonden. En de kinderen waar hij het over had, zijn waarschijnlijk de kinderen die doodgevonden zijn. De man verhuisde naar een nabijgelegen stad genaamd Pickering, een kleine stad ten oosten van Toronto. Ik zal dit met de vriend van mijn vader, de ex-agent, bespreken
en kijk of dit overeenkomt met wat de politie van de man wist. Ik wil ook zien of hij enig andere kennis heeft van wat er werd uitgezonden op het kanaal. Update. 10 februari 2010. Goed nieuws jongens, ik heb met de vriend van mijn vader gesproken en hij heeft een hoop informatie voor me vrijgegeven. Eerst vroeg ik of de politie informatie had over de man die de tv-zender runde. Hij antwoordde dat ze al jaren dezelfde aanwijzingen hadden en nooit een verdachte hebben kunnen vinden. De regionale politie heeft echter wel een aantal van de banden die zijn gevonden in het huis waar de tv-zender werd uitgezonden. Hij nam me mee zodat ik er een paar kon bekijken. Ik denk dat ik nog niet veel over hem heb gezegd, de vriend van mijn vader. Zijn naam is Mitchell Wilson. Een aardige vent. Hij lijkt mijn dorst naar kennis over wat er eind jaren 90 in dat huis gebeurd is wel te begrijpen. En hij vond het verkeerd dat mijn vader de waarheid zo lang voor me heeft verzwegen. Hij nam me mee naar zijn oude politiebureau. Elk van de hoofdbureaus in de stad heeft een aantal van de tapes. Ik kon alleen de tapes bekijken die dit politiebureau had. Helaas mocht ik er geen mee naar huis nemen. Een van de afleveringen die ik daar zag was Schilderen met de Ziel. Het was een van de shows die I Am Real Life en Ziggy 92 bespraken op het forum. Ik vertelde dit aan de politie en die liet me weten dat er 12 afleveringen van de show waren gemaakt en dat deze allemaal waren uitgezonden tussen 5 december 1997 en 8 januari 1998. Precies zoals I Am Real Life en Ziggy 92 beschreven, begon de aflevering met de cameraman die ronddwaalde in een bos. Het leek 's avonds te zijn, want de zon was onderaan het gaan. De cameraman liep op een pad, tot hij bij een plek aankwam waar veel afval tussen de bladeren lag. De camera keek rond naar de verschillende wikkels, flessen, zakken en dozen en zorgde ervoor dat elk voorwerp een aantal seconden in beeld kwam. De camera richt zich toen op één gebied, voordat de cameraman sprak. Ik herinner me dat hij sprak met een zeer schuchtere en rustige stem. En ik zweer dat ik dit ergens al eens eerder heb gehoord. Zoals in een andere Local 21 show. Ik kon nauwelijks horen wat hij zei. Maar hij had het er vooral over dat mensen afval zijn. Of iets dat te maken had met onszelf redden door het afval op te ruimen. Het klonk allemaal heel stom. Maar toch bekroop mij een gevoel van angst. Ik bedoel, dit is het bos waar al die verbrande lichamen gevonden waren. Niet waar? Een andere aflevering die ik zag was meneer Beers kelder, aflevering 25. Toen de politiebeheerder deze tape binnenbracht, zei ik, oh shit, en grinnikte een beetje hardop. Natuurlijk werd ik aangestaard door het personeel, maar Wilson legde hen uit over mijn kleine ervaring met meneer Beer en hoe ik nog steeds de brief bewaarde die hij me stuurde. Net als in de vorige aflevering was er een man in een berenkostuum. Deze aflevering begon met meneer Beer, die naar zijn kelderdeur waggelde, met een fles jus d'orange in zijn poten. Op de grond stonden 16 borrelglaasjes en een klein flesje met een onbekende vloeistof. Meneer Beer goot in elk glaasje ongeveer dezelfde hoeveelheid sap, voordat hij het kleine flesje opende en er in elk glas een druppel van indeed. Meneer Beer ging toen weer weg van de camera. Er waren wat kleine geluiden, zoals geschuifel. En toen kwam meneer Beer weer tevoorschijn, van achter de locatie van de camera. Achter hem aan kwamen 16 kinderen. Sommigen leken zo jong als 4 jaar oud, terwijl anderen eruit zagen alsof ze bijna tieners waren. Toen de kinderen binnenkwamen, merkte de beheerder op dat dit de enige aflevering was waarin alle 16 slachtoffers te zien waren. De kinderen zagen er allemaal tamelijk tevreden uit, behalve deze ene, die allemaal zichtbare blauwe plek op zijn gezicht had. En in tegenstelling tot de andere kinderen, een meer angstige uitdrukking. Hij zag er ook ongeveer 11 tot 12 jaar uit, waardoor ik hem herkende. Hij was de jongen die naar zijn zusje had gevraagd en vervolgens een onbekend lot was beschoren aan het einde van aflevering 23, die ik in juli 1999 had gezien. Toen ik dit aan de beheerder vertelde, bevestigde hij me dat dit inderdaad dezelfde jongen was. Hij was ook te zien in aflevering 24. Een band die maar één keer om de 3 uur werd uitgezonden in juli van het jaar 1999. Meneer Beer begon toen te zingen over citrusvruchten en hoe goed vitamine C voor je is. Ik kon de teksten nog steeds nauwelijks horen, omdat zijn stem door het masker werd gedempt. De kinderen dronken allemaal hun bekertje leeg.
waarna de aflevering eindigde. Na het kijken van de tapes op het politiebureau ben ik tevreden, maar slechts tijdelijk. Ik wil nog steeds het hele verhaal weten. De politie blijft me maar dezelfde onzin vertellen over de oprichter van een Local 21-zender, dat het hoogstwaarschijnlijk een pedofiel is en een secteleider. Ik stop er nu mee, want ik ga eerst naar de universiteit en kom later terug met meer informatie. Hopelijk kom ik zo snel mogelijk terug op dit blog. 6 maanden later, op 8 mei 2010, volgt er een update-post. Vorige maand heb ik eindelijk mijn rijbewijs gehaald. Ik heb hier natuurlijk van geprofiteerd en ben naar Colledon gereden voor een klein zondagsritje. Aangezien ik deze blog al een tijdje niet meer heb bijgewerkt, dacht ik dat ik net zo goed het huis kon bezoeken waar Colledon Local 21 werd uitgezonden. Het huis zag er anders uit dan toen ik het in oktober zag. Het werd niet meer gebruikt als kinderdagverblijf en het zag er verlaten uit. Er hing echter wel een bordje met te koop dat aangaf dat iemand het nog in zijn bezit had en er vanaf wilde. Het verlaten huis gaf me vage herinneringen. Vooral aan die dag dat mijn vader me meenam om meneer Beer te ontmoeten. Een gevoel van angst bekroop me. Wat was er met die kinderen gebeurd toen ze in dat huis woonden? Ik liep de trap op richting de deur en gluurde via een raam naar binnen. Binnen zag ik een bijna lege gang, met aan het einde een paar dozen. Aan het einde van de gang rechts was een open deuropening, die vermoedelijk naar de keuken leidde. Aan de linkerkant waren 2 deuren. Beide leidden blijkbaar naar de kamers, die zichtbaar waren door de ramen buiten. Ik vroeg me af waar de ingang van de kelder was en of hij verzegeld was. Ik liep om naar de achterkant van het huis, waar ik mijn antwoord vond. 2 houten deuren die bijna in een vlakke hoek lagen, waren met hangsloten afgesloten. Dit moest naar de kelder leiden. Maar ik wilde er niet langer blijven rondhangen, dus vertrok ik weer. Achter het huis liep een leeg veld door tot aan een dicht bos aan de horizon. Ik vroeg me af of dat het bos was waar al die lichamen waren gevonden. En ik dacht bij mezelf, fuck it. En liep over het veld achter het huis het bos in. In het bos was het vreemd stil, afgezien van enkele geluiden van een specht die in de verte in een boom boorde. Voorzichtig baande ik mijn weg dieper het bos in, me niet druk makend om het feit dat ik niet wist waar ik heen ging. Ik weet niet hoe ik dit moet uitleggen, maar het voelde alsof er iets was dat ik moest vinden. Ik kwam bij een dunner deel van het bos aan en een paar kleine huizen in de verte. Mijn oude buurman zijn huisje schoot me te binnen en ik vroeg me af of een van die huisjes misschien van hem was geweest. Ik naderde een kleine open plek, waar ik 3 boomstammen van behoorlijke afmeting rond een zwart verkoolde plek zag liggen. Maar het bleek dat daar nog recent een vuur was aangestoken. Hé, verdwijn uit ons fort! Die woorden bezorgden me bijna een hartaanval. Ik draaide me om en zag 2 donker geklede mensen op mij afrennen. Mijn eerste gedachte was om weg te rennen. Maar toen ze dichterbij kwamen zag ik dat het eigenlijk gewoon kinderen waren. In hun vroege tienerjaren. Misschien 12 of 14 of zo. Toen ze mij naderden, realiseerden ze zich ook hoe groot ik was. Ik ben bijna 1,90 meter. Terwijl zij niet boven mijn schouders uitkwamen. We zeiden, rot op, zei de grootste, die een Slipknot-shirt droeg. Ik hield voet bij stuk en haalde mijn schouders op. De kleinere die een Metallica-shirt droeg, zwaaide met een vlindermes en hield het in mijn richting. Dat zou ik niet doen als ik jou was, zei ik op een serieuze toon, in een poging zo stoer mogelijk te klinken. En ik haalde mijn mobiele telefoon tevoorschijn. De 2 kinderen trokken zich terug. De ene met het Metallica-shirt stopte het mes weg. Kijk gast, we houden niet van mensen in ons fort, dus kun je gewoon weggaan? Zei diegene in het Slipknot-shirt, duidelijk geïntimideerd. Ik had toch niks te zoeken in het bos. Dus ik zei simpel, is goed, en draaide me om voordat ik besefte dat dit eigenlijk een geweldige kans was. Zeg, heeft iemand van jullie gehoord van een kerel die een stel kinderen heeft ontvoerd in het bos, 13 jaar geleden? Vroeg ik aan de kinderen. De 2 keken elkaar verwacht aan, voordat de ene met het Metallica-shirt antwoordde. Ja, iedereen weet van die vent, zei hij tegen me, alsof het een domme vraag was. De jongen in het Slipknot-shirt vervolgde, hij woont nog steeds hier in de buurt, bij het riool. De vriend van mijn grote broer zegt dat hij hem wel eens heeft gezien in het berenkostuum, 's nachts door het bos ronddwalend. Mijn instinct zei me dat dit waarschijnlijk een leugen was,
en dat de eigenaar van Caledon Local 21 waarschijnlijk al lang verdwenen was. En dat dit alleen nog als legende bestaat in het kleine lokale plaatsje. Maar als mens wekt de gedachte aan een mysterieuze onbekende interesse in mij. En waar is dat riool? Vroeg ik uit nieuwsgierigheid. Die jongen met Metallica shirt staarde me enkele ogenblikken aan. Zijn ogen vol verveling, maar ook nieuwsgierigheid naar mij. Je bent niet van hier, of wel? Waarom ben je hier eigenlijk naartoe gekomen? Ik geef toe dat ik schrok van de aard van zijn vraag. Maar ik dacht dat ik net zo goed kon uitleggen waarom ik hier was. Voordat mensen denken dat ik andere bedoelingen heb hier in de buurt. Ik vertelde de kinderen mijn ervaring met de man. En Caledon Local 21. En dat ik was gekomen om iets af te sluiten. Hoewel ik daar niet helemaal zeker van was. De kinderen leken bekend met het kanaal, want toen ik erover begon, lachten ze naar elkaar. Ze werden meteen ook een stuk begripvoller en gaven me een duidelijke, gedetailleerde beschrijving van hoe ik bij het riool kon komen. Kort daarna besloot ik om gewoon om te keren en terug te gaan naar het huis, de kinderen in hun fort achterlatend. Maar nu vraag je je misschien af waarom ik zo weinig details heb verteld over wat de kinderen me hebben verteld. Dit is omdat ik nu probeer te concluderen wat ik heb verzameld. Hier is wat de kinderen me verteld hebben in detail. Het riool ligt voor het fort van de kinderen, in de richting waar ik naartoe liep. De afvoer eindigt bij een riviertje, waar het water wordt afgevoerd. Vlakbij is een kleine speeltuin. De kinderen vertelden dat daar maar zelden gebruik van werd gemaakt. De man zou in het riool wonen, waar het regenwater wordt afgevoerd. Mensen zouden hem daar gezien hebben, hoewel hij altijd een masker van een beer droeg. Persoonlijk denk ik dat het niet waar is, en in feite gewoon een mythe van de lokale bevolking. Het verhaal lijkt op geen enkele manier aannemelijk. Waarom heeft niemand de politie gebeld? Zag deze man er dan niet verdacht uit? En andere vragen zoals deze laten me eerder denken dat het allemaal maar gewoon een mythe is. Een nieuwe blogpost van 7 oktober 2010. Het is al bijna 5 maanden geleden sinds ik voor het laatst dit blog heb geüpdate. Ik denk dat iedereen zeker dacht dat ik dood was. Toch? Gelukkig ben ik dat niet. Maar in alle ernst, ik heb het erg druk gehad de afgelopen maanden. En een blog over vroeger als kind, over iemand die me kon doden, stond een beetje laag op mijn prioriteitenlijst. Vanaf nu woon ik in Waterloo, Ontario. En ik studeer computertechniek aan de Universiteit van Waterloo. Zoals je je kunt voorstellen, is engineering geen kattenpis. Daarom was ik dit blog bijna vergeten. Maar zoals je nu kunt zien, ben ik terug. Ik herinner me dat ik het riool wou bezoeken, waar de kinderen mij over hadden verteld in het Caledonbos. Het was op een open plek tussen de beboste gebieden, vlakbij een moeras. Helaas vond ik daar helemaal niets, behalve een schildpad die zich in zijn huisje verschool toen ik in de buurt kwam. Ik heb een paar foto's van de pijp gemaakt, die ik ook heb gepost. Ik kan je ook vertellen dat het geen regenwaterafvoer was, zoals ze zeiden. Wat ik zag was een eenvoudige pijp, mogelijk om het aanvoerwater van een moeras te kanaliseren. Toen ik echter terugkwam in Caledon, stelde ik het uploaden van foto's gewoon uit, tot ik het blog bijna vergeten was. Vergeef me alsjeblieft. Pas onlangs ben ik me weer gaan interesseren in mijn zaak. En op 10 september kreeg ik een vreemde e-mail van dit e-mailadres. returnthebee@hotmail.com. Grappig, niet waar? Nou, het wordt nog beter, want ik ga nu de exacte mail kopiëren en plakken, die naar mij toe is gestuurd. Lieve Elliot. Lieve, lieve jongen. Zie je, dit verhaal kan wel of niet waar zijn. Maar het zou kunnen gebeuren. Er zijn veel slots voor zendtijd. Als je het geld hebt, kun je een publiek access tv-kanaal hebben. Sommige publieke zenders delen hun zendtijd. Waarbij ze buiten de zenduren onafhankelijke programma's uitzenden. Of gewoon een blauw scherm laten zien. Kabelnetwerken hebben veel kanalen beschikbaar om ruimte te huren. Dus het scenario van een mafkees die een kanaal huurt op de tv is helemaal niet ver gezocht. Ja, dit verhaal is onwaarschijnlijk, maar het zou kunnen gebeuren. 100 donzige knuffels van meneer Beer. Wauw, alleen aan het e-mailadres te zien kan je zien dat het iemand is die mij probeert bang te maken. Het heeft niet echt gewerkt. Dat wel. Hoewel, wie je ook bent, bedankt voor het terugbrengen van mijn interesse in deze zaak. Misschien kan ik meer te weten komen over wat er gebeurd is met meneer Beer. Hopelijk, want hoewel ik die e-mail niet geloof, is een deel van mij nog best wel angstig. Update, 7 november 2010.
Ik kan niet geloven dat dit blog nog niet verwijderd is. Ik heb al zo lang niets meer gepost. Ik heb daar zo mijn redenen voor. Die ik nog liever niet bespreek. Het is namelijk nogal een traumatisch jaar voor me geweest. Sommigen van jullie hadden gelijk. Ik had niet terug moeten gaan om mijn jeugdherinneringen te herbeleven. Maar ik kon het niet laten. Het is inmiddels alweer een tijdje geleden sinds mijn laatste post. En er is heel veel gebeurd. Laat me je uitleggen waar ik nu sta met het hele meneer Peer incident. ReturnTheBee@hotmail.com is niet langer in gebruik. Ik probeerde de e-mail te beantwoorden, maar ik kreeg niets terug. Een tijd geleden probeerde ik het weer, maar wederom zonder succes. Ik ben naar Ottawa verhuisd, voor de universiteit, dus ik ben al een tijdje niet meer in de buurt geweest van Culloden. Ik had mijn reden om weg te gaan die je vast wel zelf kan bedenken. Ik heb een nieuwe e-mailaccount moeten aanmaken, omdat mensen me blijven mailen, waarbij ze net doen alsof ze meneer Beer zijn. En dan waarom ik me terugwaag aan dit blog? Mitchell Wilson ken je nog wel toch? De ex-agent en vriend van mijn vader. Hij belde me op 23 oktober. Over een tape die was gevonden in Brompton, een openbare bibliotheek. Brompton is mijn thuisstad, mocht je dat nog niet weten. Hij zei dat hij de tape eigenlijk niet aan mij mocht laten zien, omdat het bewijsmateriaal was. Maar hij zei ook dat als ik in de buurt was, ik hem moest bellen. Update. 21 januari 2011. Het is een lang jaar geweest. De universiteit heeft me de gebruikelijke slapeloze nachten bezorgd. Nu ben ik weer thuis bij mijn vader in Brampton, de stad waar ik ben opgegroeid. Ik ben op 18 december thuisgekomen, waar ik vrienden en familie heb bezocht. Om jullie antwoord te geven op de honderden e-mails en commentaren die ik kreeg, ja, ik heb de tapes gezien van de vriend van mijn vader, die me dat had beloofd. Deze tapes werkten echt als een vloek. Ik wil meer weten, maar toch wil ik ook alles tegelijkertijd vergeten. Ik kon het niet helpen. Ik moest die tape zien. Niet alleen voor mezelf, maar voor jullie allemaal, die net zo geïnteresseerd zijn als ik in die onheilspellende man in dat berenpak uit mijn verleden. Maar na het zien van die tape voel ik weer een put van angst diep in mijn hart. Het gevoel dat ieder kind die ik zag op tv dood is. En dat ik er één van had kunnen zijn. En dat de mensheid een donkere, donkere plek is. Dit is wat er gebeurde. Op 1 januari belde ik Mitchell Wilson om te vragen of het tijd was om wat tapes te bekijken. Het was een rustige dag bij het bureau, vanwege een sneeuwstorm. Dus vertelde hij me dat ik elk moment van de dag langs kon komen. De tapes bevonden zich in een politiebureau niet ver bij mij vandaan. Dus trotseerde ik de gladde wegen en de slechtste chauffeurs van Brampton en baande ik mijn weg naar het politiebureau. Daar ontmoette ik Wilson achter de balie, waarna hij me naar de tweede verdieping leidde, naar een klein kantoor. Hij zei me te gaan zitten en te wachten, zodat hij ondertussen de tapes kon halen. Voordat hij het kantoor verliet, draaide hij zich om en wendde zich tot mij. Hij zei, ik weet dat je nieuwsgierig bent, maar weet je zeker dat je dit wilt doen? Natuurlijk wist ik het zeker. Of nou ja, dat dacht ik. Plus Wilson had veel geregeld om hierheen te krijgen, dus wilde ik dat niet voor niets laten zijn. Dit specifieke politiebureau had twee tapes bij de hand. Ik kon er maar een paar minuten naar kijken, want de tweede tape was te veel beschadigd om op een videorecorder af te spelen. Meneer Beers kelder, aflevering 30. Meneer Beer. Deze aflevering vond plaats in een bos, tijdens de schemering, waardoor het allemaal een beetje moeilijk te zien was. De kwaliteit van het beeld was echt dramatisch. De aflevering begon met de camera in de poten van meneer Beer, die hij op zichzelf richtte. Het berenmasker, het zag er nog onheilspellender uit door de schaduwen van de bomen. De onmiskenbare gedempte stem onder het masker sprak. Hallo kinderen, vandaag ga ik iets geweldigs doen voor mijn vrienden. Ik ga ze naar een hele leuke plek sturen, waar ze allemaal gelukkig zullen zijn. Meneer Beer draaide de camera om een truck in beeld te brengen, met een aanhanger. Maar wat me meest opviel, was dat er 7 bewegingloze kinderen naast elkaar in de aanhanger lagen. Dit is de eerste lading, maar er zullen er nog meer volgen. Hij richtte de camera nu op de grond, om een grote jute zeil te laten zien. Hij tilt het zeil op, en daaronder zit een gat van wel 2 meter lang bij 2 meter diep. De rest van de aflevering bestond uit meneer Beer, die alle kinderen 1 voor 1 in het gat liet vallen. Ik vroeg Wilson of ze al dood waren, maar Wilson schudde zijn hoofd en zei, nog niet. Al snel lagen alle kinderen in de grote kuil. Sommigen lagen in een ongemakkelijke positie,
omdat meneer Beer ze erin had laten vallen. Maar ze bleven bewusteloos. De vitamine C zal zeker gaan helpen voor de grote reis die deze kinderen te wachten staat, zei meneer Beer, terwijl hij met zijn camera meerdere flessen benzine liet zien naast zijn struik. De camera zoomde in op de flessen benzine, terwijl meneer Beer neuriede en de aflevering stopte. Wilson onthulde me dat dit 7 van de 16 verbrande slachtoffers waren. De benzine is wat meneer Beer gebruikte om de kinderen te verbranden. Een put vol verbrande kinderen. Wie zou zoiets in godsnaam doen? Dat gevoel van angst bekruipt me weer als ik eraan terugdenk. En dat ik daarbij had kunnen zitten. Wilson legde me toen uit dat hij eerder had gelogen. De tape die eigenlijk beschadigd was, werkte wel degelijk. Alleen deze bevatte de opnames van de verbrandingen van de kinderen. Hij dacht echter dat ik niet in staat zou zijn om de verontrustende en grafische aard van de aflevering te verwerken. Weet je wat? Misschien was ik dat ook niet. Ik wil het niet eens zien. Voorlopig ben ik tevreden. Maar ik heb wat tijd nodig om tot mezelf te komen. Het zit namelijk zo. De man die Colden Local 21 runde, loopt nog steeds vrij rond. Update 3 maart 2011. Van de week kreeg ik deze mail binnen. Er was eens een jongen genaamd Elliot. Elliot was een slimme jongen die graag met zijn vriendjes speelde. Op een dag keek hij naar een kinderprogramma over een beer die speelde met zijn kindervriendjes. De kinderen hielpen elkaar graag, zoals het goede kinderen beaamt. Maar ze hielden ook van de beer. En de beer hield van de kinderen, omdat de kinderen zo goed waren in het helpen van de beer en de gevallen engel. De kinderen en de beer wilden voor altijd samenspelen, met behulp van een engelvriend. Maar de gevallen engel had meer hulp nodig, dus moesten de kinderen het ultieme offer brengen. Want dat is wat vrienden doen, Elliot. Zij helpen elkaar. Help ons, Elliot. Brand met ons, Elliot. Ik wil jou, Elliot. Hij wil jou, Elliot. Kom terug naar mijn kelder. Alsjeblieft. Met suiker en glazuur erop. Getekend, meneer B. Update. 5 april 2012. Ik wilde mijn blog vaker updaten, echt waar. Maar bepaalde omstandigheden hebben me van het hele Colden Local 21 gebeuren afgehouden. Maar nu is het tijd om schoon schip te maken tegenover iedereen. Ik heb de tweede tape gekeken, die in het bezit was van het politiebureau. Het andere onderwerp dat ik graag wil aankaarten zijn die grappige fake e-mails die ik heb gekregen, van mensen die beweren meneer Beer te zijn. Laten we beginnen met de tweede tape. Want dat is ook de reden dat ik getraumatiseerd raakte en tijdelijk stopte met mijn onderzoek. Na een paar weken van zwijgen besloot ik Mitchell Wilson te vragen of ik die beruchte tweede tape mocht zien, waar hij het over had gehad. Ik weet niet waarom. Ik had gewoon het gevoel dat het bekijken van die tape me wat afsluiting zou geven. Wilson was duidelijk terughoudend om het me te laten zien. Maar ik bleef volhouden. En hij gaf me een aanbod. Als ik nog steeds geïnteresseerd was tegen de tijd dat ik 20 werd, zou hij me de tape laten zien. Omdat ik niet veel anders kon doen, speelde ik het wachtspelletje mee. Begin dit jaar, toen ik 20 werd, was ik zeker nog geïnteresseerd om die band te kijken. Ik belde Wilson dan ook meteen op. Waarin hij toegaf dat hij had gehoopt dat ik het vergeten zou zijn. Maar deze keer accepteerde ik geen nee. Je hoeft het echt niet te zien, bleef hij maar zeggen. Maar ik moest wel. Op dit punt moest ik wel. En al snel nodigde hij me uit op het politiebureau. Op een maandagmiddag. Ik had elke Saw-film gezien. Een video over dierenslachterijen in mijn les ethiek. En ik was er zeker van dat ik alles aankon wat die tape me dan ook kon voorschotelen. Maar hoe was ik zo naïef? Meneer Beers kelder. Aflevering 31. Toen Wilson de tape ophaalde, schudde de officier van de bewijskamer zijn hoofd en zei: wat doe je? Wilson legde uit dat deze tape de laatste bekende aflevering van meneer Beers kelder bevatte. En ik ging er terecht van uit dat ik het lot van de kinderen te zien ging krijgen. En ik begon een gevoel van angst te voelen. De aflevering begon in het bos. Het gebruikelijke bos uit de vorige afleveringen. Het duurde even voordat ik het doorhad, want het was nacht. En de bomen en bladeren leken net vormen die ronddansten in de duisternis. Een vage gloed van licht was aanwezig van de rechterkant van het scherm. Het leek een winderige nacht te zijn, maar de bomen maakten geen geluid. Langzaam draaide de camera in de richting van het schijnsel en liet rook zien dat uit een gat opsteeg, met de toppen van de vlammen die er bovenuit staken.
Wilson pauzeerde op dit punt. Weet je zeker dat je dit wilt zien? Vroeg hij me. Ik stond erop. Ook al zei een stemmetje in mijn hoofd dat ik het niet moest doen. De video ging verder. De cameraman bewoog zich in de richting van het gat. Hij liet een kuil van vuur zien. Dit was het gat dat ik in de vorige aflevering had gezien. Alleen deze keer was het gat gevuld met vormen. Ik kon vormen zien bewegen, fladderen, zwaaien. Sommige onbewegelijk. Ik wist heel goed wat het waren. De camera begon zich aan te passen aan het licht en brandend vlees. Rood, zwart, een waas van surrealistische bewegingen en kleuren. Ik wou dat ik kon vergeten wat ik zag, maar je kunt een scène als deze niet vergeten. Dit was geen horrorfilm. Dit was de realiteit. Mensen werden vermoord op een gruwelijke manier. Een lot dat ik ook had kunnen treffen. De video ging plotseling over op dag. De camera stond nu veel verder weg van het gat. En het vuur was uit. Maar er steeg nog steeds rook uit. Voor ons stond een figuur. Ik herkende het meteen. Het meneer Beerpak lag op de grond. Leeg zag het er nog steeds verontrustend uit. Het pak was neergelegd in de vorm van een kruis. En de cameraman liep een rondje om het pak en behandelde het als een gekoesterd artefact. Aan het hoofd van het pak was een bord geplaatst. In vette rode letters stond er INRI op. De cameraman liep terug naar het einde van het pak en zoomde in op het gezicht. Eindelijk was de aflevering afgelopen. Ik was sprakeloos. Het was net een droom. Je kunt veel vreselijke dingen op het internet vinden, maar zoiets had ik nog nooit gezien. Wilson vroeg me of ik in orde was. En ik gaf hem een beverige ja. Ik verzekerde hem toen ik wegging dat ik echt in orde was. En dat de video voor mij afsluiting gaf over het hele incident. Hij leek dan niet veel vertrouwen in mij te hebben, maar hij liet het wel daarbij. Zijn gebrek aan vertrouwen was correct. Ik had nog wekenlang last van nachtmerries. Ik gaf het op. Het kon me niets meer schelen. Een zieke man verbrandde levend een stel kinderen en lokte ze met een nep kinder-tv-kanaal. Ik had een van zijn slachtoffers kunnen zijn. Maar ik ben er nog. Ik denk dat ik dankbaar zou moeten zijn. Maar ik voel me schuldig. Ben ik hier alleen nog door puur geluk? Inmiddels wordt mijn e-mail overspoeld met berichten. Sommigen vragen om meer details en anderen vragen of ik de tapes kan uploaden. Ten eerste, ik kan de tapes niet uploaden, omdat ze in bezit van de politie zijn. Maar ook omdat ik niet weet hoe dat moet met zijn oude tape. Wat betreft de mensen die zich voordoen als meneer Beer, mij houd je niet voor de gek. Als je tientallen personen hebt die doen alsof ze meneer Beer zijn, werkt het niet. Ik heb zelfs een Collider Local 21 YouTube kanaal voorbij zien komen. Wat schattig is, maar er ook niet uitziet als het echte ding. Update, februari 2013. Ik ben nu over aflevering 31 heen. De beelden die ik zag zullen me nog wel een tijdje bijblijven. Maar ik wil nog wel één laatste zegje doen. Ik zal weer contact opnemen met Mitchell Wilson. En hopelijk de tapes van andere politiebureaus in mijn bezit krijgen. Ik zal jullie proberen zo snel mogelijk op de hoogte te houden. Dankjewel aan iedereen die dit nog leest. Dit was het laatste bericht wat op het blog van Elliot gepost was. Inmiddels is dit alweer een hele tijd geleden. En ik denk ook niet dat we de tapes ooit nog te zien gaan krijgen. Heb je het hele verhaal uitgehoord? Laat me weten wat je ervan vond in de reacties. Bedankt voor het luisteren naar deze creepypasta. En dan nu, zoals altijd, de shoutouts naar mijn betaalde leden. Edward Kerkhoff, Julian, Lord Dark Raya, Demon Gamer HD, Milo Danka, Bazooka Beaver, Drukker Corné Buitelaar, Gerrit Schaapman, Lonely Teaspoon, Irahi, Lucifer Morningstar, Seth en Jay Risty, Steven Johnson, Florian Bruinenberg, Cash Crash, Most Wanted Worldwide, Amelie, Elpis Galaxy, Nicky de Wilde, Taro, Nova, Melvin Gijzen, Lila VD, Levi Kalier, Melissa Prins, Ferry Overdijk, Lil Demon, Apple Pie 59, Tabo Meerkat, DJ Fuzzy 1984 Elfux, Billy, Mouse 93, Marcus, Lasse, Vicky Kessels, Tyrese, Peppy Blakemobiel, My Friend, Ellie Pippelers, Ricardo en Anita van Gennep, Rink Elgersma, Thijs Heikens en Leon Unite NL. Wil je zelf een betaald lid worden en het kanaal supporten? Klik dan op deze knop. Nogmaals bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.